ik ben het kanaal niet in mijn eentje begonnen. Ik ben het kanaal begonnen samen met Gijs. Mensen die wel al dit kanaal langer kijken, die weten dat. Wie de fuck is Gijs, Milo? Wie is Gijs? En Gijs gaat binnenkort ook weer uploaden. Die heeft een tijdje niet geüpload, maar die wil wel weer gaan uploaden. Leuk om toch iets op jouw hoofd te doen, dat ik dat dan zo erachter. Ja, het is wel origineel. Of we gaan gewoon beginnen. We zeggen gewoon, het is gewoon wat het is. Ja, kan ook. We kunnen onszelf even lagen naar de YouTube-clichés. Ja? Ja, ja, we gaan dat. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij vandaag een nieuwe video. En deze video is in de geschiedenis van mijn kanaal heel vaak aangevraagd. Er kwam een moment dat het moest uitkomen. En vandaag is dat moment. Dus het is tijd, denk ik, om de man himself erbij te halen. Spider-Man! Gijs, jongen, zouden heel veel mensen jou kennen, denk je nog, van dit kanaal? Ik denk het niet, nee. Maar ik zou het wel waarderen. Ik zou wel spreken van... Ik verbaas me er wel over. Jij hebt me best wel vaak deel al doorgestuurd dat jij DM's krijgt van mensen of zo, iets in die richting van waar ga je weer uploaden. Ja, klopt. Daar verbaas ik me ook over, want heel vaak is die leeftijd van dan ongeveer 13. Is dat dagelijks of wekelijks? Nou, jaarlijks. Ik post niet zo heel veel op Instagram, maar toch denk ik wel één comment per Insta-foto. Nog steeds. Er zijn ook leuke memes gemaakt. Memes? Ik heb wel eens een meme gezien. Ze heeft volgens mij zelfs een keer in een bankzitvideo een meme op jou gezet. Die is maar zo, wie is het? Gaat hij ooit nog uploaden? Komt er nu in. Dat is een leuke meme, ja. Blijf je altijd achtervolgen. Positieve zin. Zeker. We hebben hier mail geschiedenis op jouw oude e-mailadres. Ja, dit is april 2013. Oprechte geboorte. Want even, voor de mensen die Gijs niet kennen, ik zal toch even een zakelijke introductie doen. Leuk. Dit is Gijs. Hey. Ik heb met Gijs samen dit YouTube-kanaal aangemaakt. Voorheen Dutch FIFA AD. Dat zullen de meeste mensen denk ik nog wel kennen. Ik denk het wel. Maar wij zijn een olijk duo. Ja, was dodelijk duo. Ja, 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 ja. Ik weet het precies. Die wegen op een gegeven moment zijn die gescheiden. Ja. Creatief conflict. Ja, we hebben de zakelijke relatie laten bekoelen. Ja, daardoor is onze vriendschap juist gefloreerd. Nou ja, soms moet je offers brengen voor de vriendschap. Dat is wel zo. We hebben dat kanaal op een gegeven moment samen gestart. En daarin was het aan het begin was het gewoon... 50-50, gewoon evenveel, gewoon knallen. Hou 50-50, dat zullen we zo zien. Het begon in ieder geval mee met een mailtje van jou. Hé, Milo, hier zijn de filmpjes van The Goals. Je moet even kijken wat je mee kan. Dit is ons YouTube kanaal, dus FIFA D. Ja. Weet je nog wat het was? Zlatan? Zlatan heeft een hele goal. Een soort scorpion kick. Ja, ik weet niet, echt een hele seconde. Zei, ja, dat moeten we eigenlijk filmen. En toen zei hij van ja, als je op die EA-website kan je ze met een screen grabben. Ja, of hoe heet dat? Zeker. Kan je het eraf halen? Ja. Toen al op die opnametechniek, hè? Ja. En dat hebben ze geweten ook, die mensen. Zo. Maar goed, dat was wat hoor ik trouwens buiten, hoor je dat? Een soort fans. Ja, nee, dat was wel een zieke goal, maar ja, toen dachten we dus, we moeten die goals compilation moeten gaan maken. Ik had toen gezegd, zou ik er even een foto op een logo maken? Ik dacht, als we toch serieus willen gaan aanpakken, moet er een logo komen. Dit is een mailtje van jou, hè? Doe dat. Ja, doe dat, dat is lauw. Maak je ook het kanaal een beetje mooi. Hé, hey, toen al een iPhone, hè? Hallo, kijk dan! 13, hoe oud was je daar? Ja, toen keerde je mijn YouTube geld nog uit. Kijk eens even aan. Dit is geen slecht logo. Mooi. Johan Cruijff Arena. Johan Cruijff Arenaatje. Je sports logootje. Dit is gewoon... Word Artje. Prima. Ja, ik vind een mooi logo. Op. Okay. Zeker in zo'n start-up moet je natuurlijk het contact zakelijk houden. Yo, Milo, heb je de filmpjes al bekeken? Gaan we nog een vaste dag bedenken om te uploaden? Als we weinig tijd hebben, kunnen we dan trade video of pack openings uploaden. Anders gewoon squabble of goals of fails. Kijk. We hadden toen al, we wisten toen van onszelf, zijn natuurlijk momenten dat we meer tijd hebben dan andere momenten. Ja. Je zit in VO2, je hebt ook andere prioriteiten. Het is nog wel even lastig met de filmpjes, ander bestandstype en zo. Problematisch. Komt goed, ik denk dat ik morgen upload. Misschien is het een idee om te beginnen met één keer per week. Voorkeur voor staat. Nou, die is erin gebleven. Die is erin gebleven. Maar als we verder zijn en jij ook zelf precies snel door iemand monteren en zo, kunnen we misschien twee keer per week allebei één. Die ideeën van Squabble en zo zijn wel lauw. Ja, in het begin moeite met het monteren. Ik denk het, ja. Nee, neem aan, ik doe destijds al hele zieke edits eruit gooien. Ja. Oh, zo'n laag. Klimaatneutraal kanaal. Ja. Oh, zo'n laag. Waar slaat dit op? Dat was een beetje onze humor toen. Oh, ja. Echt de meest random woorden. Ja. Wat was trouwens dat liedje wat je wou gebruiken? Weet je dat nog, dat liedje dat daarover ging? Het dorp, Wim Sonneveld, denk ik. Ja, dit is gewoon heel leuk. Het is heel leuk. Ja, trouwens, echt lauwe banner. En is het misschien een idee om een berichtje te sturen naar wat bekendere Dutch FIFA YouTubers? Dutch FIFA YouTubers. Kijk! Ook zo even aan Lucky Gravenel en Matthias Vivalosfi. Naam trouwens verkeerd geschreven, maar... om te zetten in beschrijving. Ik heb ze op Xbox Live en Skype. Oh. Ja, ja. Oh. Dit is goed, hè? Ja, ja, ja. Ja, is goed. Ik zal dit weekend die Arabische trade video en Arabische squabbelen. Ja, best. Kan dat ook... Ja, best. Dat interesseerde me geen reet. Kijk maar wat je doet. Trade video, een squadbuilder en een goals van dat team in één. Zo'n complete video. Doodziek. Yo Gijs, ging jij vandaag nog Happy Wheels doen of niet? Want dit was wel een ding. Dit was echt in de YouTube scene was dit gewoon booming. Dat was leuk. Happy Wheels was echt leuk. Happy Wheels werd zeg maar steeds groter op ons kanaal. Deed heel goed. Maar dan hoor natuurlijk ook de nodige graphics hoor daarbij. Hier heb je de foto van jou op Happy Wheels lichaam. After Effects kan je zelf invoegen. Klein beugeltje zie ik. Het leek mij leuk om het niet hierbij te houden. Nee. Want dit is natuurlijk voor mensen thuis dat een heel leuk inkijkje in de geschiedenis van dit kanaal. In de keuken? Kijk je in de keuken? Kijk in de keuken. Maar het lijkt me leuk om ook gewoon toch even te gaan zuipen.
Nou, dat is altijd leuk. Hier staat een heel mooi collectietje. Dit is eigenlijk, we gaan eigenlijk gewoon precies video maken die met Frank heeft gemaakt. We hebben hier gewoon klopt. Zes van die flessen staan. We gaan gewoon packs openen. En dan degene met de laagste, die moet gewoon zuipen. Ja, en we hebben een dobbelsteentje. Ja, we hebben een dobbelsteentje. Eén hebben we dan. Die is daaronder. Die is dan lekker. Twee hebben we. 43. Drie hebben we de Bacardi Lemon. Okay. Leuk. Alles goed. Vier. Rocket Shotje. Vijf is wel... Lekker. Leuk voor het seizoen, leuk voor het seizoen. En zes, als je zes hebt, dan heb je eigenlijk mazzel. Die is gewoon lekker. Safari. Ik moet wel zeggen, we hebben nu in de FUT Store... Hebben we wel vrij zieke dingen. Kijk. Atsa. Ja. Atsa, kijk. We hebben een paar afspraken hiermee. Wat sowieso. Gewoon, we openen elke keer die pack. En dan degene die de laagste heeft, qua rating. Ja. Die moet gewoon een shotje. Die gooit die dobbelsteen. Gooi jij hem dan? Nee, de persoon zelf moet gooien. De persoon zelf moet gooien. We hebben nog een paar extra, denk ik, twistjes. Ja. Want... Ook voor de OG's. Ook voor de OG's onder ons. Een van de meest memorabele video's is toch de Royce pack. Royce uit manager taken. Royce uit manager taken pack. Ja. Wat trouwens wel echt best ziek was. Dus als je Royce packt, wat dan? Ja, dan is het gewoon... Ik zou willen zeggen een dubbel shotje, maar eigenlijk... Drie. Triple? Drie shotjes. Dan moet de andere persoon triple shotje. Ja. Als je Royce packt. Ja. Drie keer gooien. Of een andere memorabele video gesproken. De Zuid-Koreaanse squadbuilder. Zuid-Koreaanse squadbuilder, ja. Lekker snel en kunnen goed schieten. Als je een Zuid-Koreaan packt, dan heb je dus Son. Zo'n Bundesliga event. En nog twee van die andere kneusjes. Ja. Als je een van die vier packt, dan is het eigenlijk ook hetzelfde, toch? Ja, zo. Drie. Hetzelfde. Ja, we zitten er gewoon gas achter. Knap. Oké, doen we deze zes en deze 12? Ja. Oké, dan hebben we dus... Natuurlijk. We hebben dus 18 packs, dus er zijn 9 shotjes worden dan verdeeld. Ja. Beginnen we met 100k pack? We beginnen met de kleintjes. Nee, eerst met de kleintjes. Je moet de spanning opbouwen. Ja, ik snap dat jij toch... Je bent toch YouTuber geweest, dat zie je toch. Ik ben zo benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd. Oh, oh kan! Nee, dit is van... Komt die ja. Royce, hè? Oh. Hey. Cam. David Silvaatje. Toch walkoutje, wel lekker hoor, meteen. Ik kan hem gooien, pas opschrijven. Dat is echt niet verkeerd. Kijk, ik zie geen Koreaantje. Nee, maar gaat om... Oh. Oh ja, tuurlijk ja. Die Koreanen kunnen altijd erin zitten. Die kunnen zomaar eens achtersluiten. Nou, succes. Als jij het ook allemaal kan, dan word ik wel gek. Harry Kane, denk ik. Oh, nee. Wat is dit? Nee. Ja, dit is wel nergens op. Nee. Argentijns. Ken. Oh. Die is hoog! Is die niet hoger? Nee, die is 86 ook. Oh ja, dus kamperen. Ja, dan wordt het 7,5 K-pack. 7,5 K-pack om te kamperen, ja. 7,5 K-pack. Ja, ga even. Daar gaan we. Spannend. Ja, dit is leuk. Ja, ik moet zeggen. Leuk begin wel. Dat doet me meer dan ik dacht. Welk had je? Nee. Blijf even vestigen. Oeh. Steffen, 78. Daar kan je makkelijk overheen hoor, met een 7,5 K-pack. 70. Oh. Ja. Dit wordt hem. Dit wordt hem wel. Oeh, rare. Ja, ja, Suchek. Nee. Ja. Lekker, dit is lekker. Suchekie. Nou, daar gaan we. Ik zal hem eens even erbij pakken, telefoontje. Gaat ie? Ja. 3. Bacardi Lemmetje. Bacardi Lemmetje. We beginnen met een bakootje. Kijk je maar eens even lekker een Bacardi Lemmetje voor jezelf in. Dit is toch alweer lekker hoor. Nou. Hey, santé. Santé. Die klappen toch lekker in. Ja. Ik zie het aan je. Ja, dit is Zo. Goed spul. Daar gaan we. Lekker hoor. Even weer een bakootje denk ik. Ja, dit is nog een bakootje. Eigenlijk doe ik het niet voor minder. Wel borden? Weet je niet. Wel toch? Oh ja. Ik had het ook weer helemaal niet weer. Ik ben op de Argentijnen vandaag. Op de Argentijntjes. Oh ja. Oh zo! Ja, dit zo! 82. Telt hij 83 dan? Ja, doen we dat wel. Wel in vorm, dus wel. Ja. Ik vind dan nu, als ik bijvoorbeeld nu ook een 83 heb jij wel gewonnen. Dan wint de in vorm, ja. Okay. Dan wint de in vorm die over die een soort high card. Ja. Ik heb weer wel card. Ja? Nee. Borden? Ja. Leuk. Ja, nee. Aranguiz, denk ik. Nee! Ja. Nee. Pak hem toch even, bij de snavel. Kut. Hoppa. Gadver. Daar gaan we dan. Smijt hem maar met de ring. Zes, ja. Safarietje. Freek Vonk zal trots op je zijn. Freek Vonk. Spuit hem voor mijn traangas. Nou, hey. Gozer. Voor de mensen thuis ook, hè. Voor de leden. Lekker. Dit kost gewoon geen moeite, maar die safari, nee, dat is prima. Hoeveel is dat? 20. Workout. Ja, nee. Oeh, dit is een zuur, hoor. Dit is een hele zuur. Ja, William. We zou hem hebben. 82. Het is hem. Dat is Marcel. Nee, oh! Oh, jij dacht het, hè? Jij dacht het. Ik deed een mistake laten doen, maar geen geografische kennis. Jongens, helemaal zijn we op die 82, hè? Easy. Nee, maar dat is wel easy, zou je zeggen. Maar... Special card, denk ik. Eerste special card van de video, komt ie. Ja, dan in vorm. Oh ja. Tweede. Nee. Ja. Aranguiz dan maar weer. Nee, kut. Haaland. Niet.
Hildegaard. Dit is echt prima. Fuck. Ja, je wordt gedobbeld. Wat zijn? Nee, dat is een hele zure. Cardilem. Gadver. Dit is lekker. Ik ben wel blij dat ik nu al eentje gehad heb. Dat soort, dan gaat hij toch makkelijker naar binnen. Vloeiend. Nou, een soort coating in je slokdarm. Hij is wrapped, je kill is wrapped. Goh. Ja. Zullen wij een 100k per rondetje doen? Ja. Even gewoon tussendoor. Voor de mensen. Dan vind ik dat jij mag beginnen. Maar die 100k, kijk, dit wordt natuurlijk gewoon niet goed. Moet een balka zijn, toch? Moet wel. Anders krijg je geld terug, geloof ik. Ja, zeker. Geld terug garantie. Klopt. Kan je bij de overheid een compensatie voor. Daar gaat hij dan... Oei! Dit is zonde. De lul. Zon? Dit is zon. Italië, Servië. Nee. Bonucci. Hij is nog niet verkeerd. Bonucci. Geen walk uit 85, dan kom je toch goed. Bij 85 uit. Moet je overheen met 100 kapek. Dat moet. Daar gaat hij. Ja, wat is dit? Is dit zo speciaal? Het kan op 84. Is dit zo speciaal, hè? Nee, joh. Of niet? Meen je niet? Ja, toch? Ja? Wat is dit? Lazio. Oh, nee. Het is gewoon een Champions League kaart. Kut. Ook 85. Godver. Is het dan kamperen? Is het even nog kamperen? Ja, dit wel. Zo'n blauwe boeit helemaal niet. Was nou een special card? Was... Ouderwets kamperen weer. Ja. Ouderwets kamperen. Spanning bouwt op. Ja. Ja. Tja, wat is dit, joh? Belhanda. Younes Belhanda. Younes Belhanda. Oh, ik denk Daily Blind. Daily Blind? Ja. Is... Ik heb zo'n voorgevoel. Die is best hoog, toch? 81 of zo. Oeh, nog een rondje. Sosa. Ja, dan gaan we nog een keer. Sosa. Lekker op zaterdag aan de Sosa. Ja. Dit is lekker. Nou? Den Donker, fuck. Donker. Rocketshot. Yeah. Rocketshot. Rocketshotje. Hier. Ja? Nee, maar die is echt heel lekker. Is gewoon prima. Oeh, wel borden. Wat is het dan? Frans? Oh. Oei. Nou, lang leg. Dit is leuk hoor. Nou. Jezus, wat irritant. Daar gaat hij. 604 punten. Balkuitje voor de sfeer. Nee. Borden. Niet eens borden. Dit is heel taai. Dit is klaar. Is echt heel taai. Je kan wel kijken, want je wil Pavlenka. Oh. Kijk, dit is handig. Hij ligt hem onder. 1! De Chironootje. Even lekker voor de dorst. Hey, proost. Waarom niet? Waarom niet eigenlijk? Kijk, we hebben nog 2 rondes hiervan en 2 rondes hiervan. Nog 4 rondes hebben we in totaal. Ja, ik zeg ABBA systeempje. 100k pack, 245. Ja, nog weer een 100. Heel goed. Daar gaan we, hè. Kom op! Dan nog wat leuks gepakt. Ja, maar dit, in 600k packs moet je iets goeds hebben. Ja, dat moet. Ah, joh! Een hero card. Wat is dit? Argentijns? Wat is dit? Ik weet niet. Tevez? Leon? Leon Goretzka misschien? Wat is dit? Ja. Er kan nog iets goeds zijn, hoor. Het kan zeker iets leuks zijn. Azpilicueta. Jezus. 84. Nosepackie? Als jij een nosepack wil doen? Ja. Ja. Oh. Ja. Goed. Dit is leuk. Ja, maar nou weet ik wat ik verloren heb. Ja. Als jij een nosepack doet... Dit moet zichzelf uitbetalen. Als jij nee! Lekker zeg. Komt-ie. 84 voor ook. Argentijns. Nee. Oh, nee. Nee, joh. Je zou ik me doodgaan. Nou, ik ben weer de lul dus. Ja, inderdaad. Gadverdamme. Ja, ook een shotje weer. Gas. Ja, sorry. Ja, ja. Dan gaan we. Hoppa. Oh. Ik wou het zeggen. Bodempje. Laat een heel, liggen, heel klein sipje. Waar gaat hij dan? Eigenlijk hebben we nog geen tyfus gepakt. Eigenlijk niet. Ik dacht Messi net, maar... Eigenlijk niet, maar eigenlijk wel. Daarom voor laat. Oh. 80 ga ik denk ik over. Nou, daar gaan we. 80, dat moet toch wel lukken. Moet lukken. ABC'tje. Dus ABC-techniekje. Nou, borden dan. Ja, dan ben je er al. Sowieso 83. Dat is sowieso 83. Zo. Belgisch doel, man. Koen Kasteels. Koentje Kasteels. Ja, dit is toch 2 minuten aan plezier. Ja. Koen Kasteels. 6. Safari. Eigenlijk heb ik dat volgens mij echt nog nooit op, weet je dat? Dat is heel lekker hoor. Safari, Freek Vonk. Freek jongen. Op jou, jongen. Zo, is dat lekker? Kom eens aan, hè? Hatsa. Hatsakje deetje. 78 of zo, zo leuk. Nee. Champions League kaartje. Of zo'n zwarte, zo'n... Nee. CVM, Danilo Pereira. Ja. Prima hoor. 83 of 82 is dat. Moet lukken. Prima. Gaat 82.
Ja, het zou wel moeten kunnen. Ga je voor de Week Handpack? Oh, de Week Handpack. Ja, dat maakt me erg zorgen. Ja. Snap ik. Oei. Porde. 83 tot dan. Lekker. Brazilië. Fuck. CV. Hoe heet die gozer? Ja, dat is die Carlos. Helemaal ziek. Die is best goed. Heel vervelend goed is die jongen. Ja. Nee. 1. 1. Die Serrano, prima. Dat is met liefde. Met liefde doe ik deze. Proost. Doet en, het gaat er nu doorheen? lekker gevoel. Daar gaat hij dan. Kijk niet. Kijk wel. Walkoutje moet kunnen. Moet 100k kunnen. Walkoutje. Lekker. Oei. Dit is lekker. Dit is gewoon lekker. Zie je van blij zijn. Ja. Kutte. Italië. Dit is al slecht. Dit is al slecht. Verraad hij. Dit is al slecht. Gast. Is hij 86? Ja. Doe ik het voor. Moet je overheen kunnen hoor. 86. Moet kunnen hoor. Laatste pack van de video hè. Bijzonder moment. Nou, tranen staan me nader. Ja. 86 to beat. Gaan we. Ja. Come on. De spanning stijgt. Walk-out. Ja. Publiek wordt wild. Oh. Spaans? Nee. Wat ja, slecht. Hier wordt weer gekampt. Wat, dit wordt oud. Kamperen voor het laatste tenzij, shirtje. Tenzij. Nee. Zullen we dan kamperen met z'n 25k? Ja, laten we het doen. Zal ik beginnen? Punten zat zo te zien. Ja, die punten is geen probleem, jongen. Dat is geen probleem. Of die centjes niks te klaar. Nee, ja. Borden, leuk. Mandy dan linksachter. Dat trouwens. Nou. Alan. Nou. Begin van FIFA. Ik heb toch 75.000 bijschrijven. Ja, ik denk dat nu nog zo'n kaartje voor 3 is. Waar gaat hij dan? Hij is los. Kan nu niet meer veranderen. Je betaalt nu dus gewoon voor sowieso 9 non-rare spelers. Ja. Nou, gaat hij nou toch met de winst vandoor? Nee. Spaans? Nee. CM? Nee. Parejo? Ja? Nee! Dit is nee! Dit is nee! Lekker. Ja, dit is lekker. Gadverdamme. Rocket shot. Rocket shot. Abonnementje afgesloten. Abonnementje op de rocket shot. Daar gaat hij. Dit is heel lekker. Ik heb echt keihard verloren. 6-3. Ja. Ja, dat kan ik ook zeggen. Ja, ook zo, ja. Zelfgenoegzaam hoofdje, maar ja. Dat is wel, elke dag van de week doe ik dit. Ja, als jij geen no-spec doet, als je niet wil winnen. No-specie. Oh? Kijk hoe soepel. Ja, ik wou net zeggen. Flawless. Als nu. Als jij handen verliest, kan je er nog Weekend League mee spelen. Ja, nee. Toch niet. Is niks. Van Mietjam? Daar komt hij. Doe man. Dat komt er niet. Maar zit achter. Heb je nog wat te zeggen, Gijs? Tegen de kijkertjes thuis? Ja. Voor de 14,95 kan ik abonneren op mijn OnlyFans. Elke woensdag een nieuwe dickpic. Hoe vond je het om even toch terug te zijn op het oude nest, zeg maar? Leuk. Gezellig. Als van ouds. Vertrouwd gevoel. Wil jij even de outro doen? Even een outro? Ja. Nou jongens, bedankt voor het kijken. DM mij vooral niet als je boven de 15 bent. Abonneer, like, reageer. Wow. Wat doe ik ook weer? Belletje? Belletje. Heel belangrijk. Vergeet het belletje niet. Nee, heel belangrijk. Ja. Dat zeg ik voor nu. Later, mensen. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Zeg ik voor nu. Later, mensen. Juist.